Deze Citroën is eigenlijk in drie opzichten heel erg interessant, want het is de sterkste benzinemotor die Citroën levert, voor zover ik heb kunnen achterhalen in de prijslijsten. Ja, hij biedt eigenlijk ook de minste value for money, maar je hebt er wel veel lol in. Er is namelijk één klein probleempje met de prijs. Dit ding kost 35 mil, wat nou ja, eigenlijk gewoon ronduit belachelijk is voor een DS3. Hij is goed gecamoufleerd met nou ja, die oranje strepen, stickers, diffusers, echt koolstof overigens. Dat verklaart een beetje de prijs wellicht. Wel een hele leuke auto, dus je moet vooral niet te lang nadenken over die prijs, maar ja, dit is speelgoed voor mannen, maar dan niet van het patserige soort in een Porsches of Ferraris of Seats of zo willen hebben, maar gewoon liefhebbersauto. ...207 pk. Uit een 1.6'je. Het kan ook zijn dat als je vrienden hebt in het buitenland die zeggen mijn DS3 Racing heeft maar 202 pk. Dat klopt. Heeft met de homologatie te maken. Als je minder dan 1000 auto's maakt van een bepaald model, dan, nou ja, dan heb je wat minder strenge eisen. En Citroën dacht, goed verhaal, gaan we gebruik van maken. Maar goed, 207 pk uit een 1.6 blok haal je niet zomaar. Dus er zit een turbo op. Nou, dat kennen we natuurlijk van Citroën. Die hebben allemaal turbo blokjes en alle andere fabrikanten natuurlijk ook. Maar dan nog is het vrij veel. En dat komt doordat ze een vrij forse turbo erop hebben gezet. Daardoor ook een hoog koppel, 270 Newtonmeter maximaal. Nou, dan denk je misschien ook, is dat dan zo'n blok dat als je naar het gaspedaal kijkt bij stationair toerental, dat dan de aandrijfassen om je oren vliegen? Nee. Eigenlijk is die best tam onderin. Je zou zelfs teleurgesteld kunnen raken als je met deze auto gaat rijden en niet boven de, nou, 4000 toeren komt. Ja, dan pakt die eigenlijk niet lekker door. Het rijdt prima, lekker soepel, rustig, goed om je oma aan te vervoeren. Maar pas daarboven gaat het echt helemaal los. En eigenlijk is dat wel heel erg gaaf. Lekker karakter in zo'n blok. Dat hij gewoon niet altijd 100% voor je klaarstaat. Wat je wel een beetje je best moet doen. Gewoon schakelen, koppelen met een handbak. Dus niet van die flippers achter het stuur, maar gewoon ouderwets rammen. En als je dat dan een beetje netjes doet, dan sprint je in 6,5 seconden naar de 100. En nu ik erover nadenk, ik denk ook dat dit de enige auto is die standaard met oranje gekleurde velgen wordt geleverd. Ik ken geen andere auto. Je kunt hem overigens ook in andere kleurencombinaties kiezen, wit met grijs, maar ja, dat is saai. Dit is wel gewoon gaaf, voor deze auto is gewoon af. Ook het interieur, oranje overal om me heen. In deze auto ook nog allerlei stickers, best wel veel stickers, maar ja, het mag op de een of andere manier. Dat heeft ook ermee te maken dat hij eigenlijk gewoon best wel gaaf stuurt. Het ding gaat gewoon echt als een kart de hoek om. Niet meteen zeg maar stuit het hij uit de bocht als een keer hobbeltje zit. Want ja, het is een Franse auto en daar hebben ze ook hobbels op de wegen. En daar rijden ze nog wel een beetje door. Dus dat gaat gewoon allemaal fantastisch. Eigenlijk dus een waanzinnige auto. Nou ja, alleen die waanzinnige prijzen.